roeivereniging Neptunus verwelkomt nieuwe roeiers tijdens een open dag. En zoals ik al zei, onze reporters Marijke en Dirk, die zijn daar naartoe. En ik hoop dat ze er inmiddels al zijn aangekomen. Hallo Marijke. Ja, hoi. Ja, hi, ja, dat klopt helemaal. We zijn er aangekomen en we staan hier heerlijk in het zonnetje bij de roeivereniging. Ja, ongelooflijk. Nederlands kampioen is er ook. Ivo Hoijtens is er. Die is net aangekomen in zijn roeiboot. Maar ik sta hiernaast. Jan-Huip Veninga. En jullie hebben vandaag open dag. Ja, dat klopt. We hebben van 10 tot 1 hebben we open dag. En dan kan iedereen die belangstelling heeft voor de roeisport een keer bij ons komen proberen te roeien. Of even kijken, net wat je wilt. Ja, want jullie hebben wel de open dag, maar ik zie hier eigenlijk een roeiboot op zijn kop. Wat is dit nou dan? Ja, die is net teruggekomen. Daar hebben ze net in geroeid. Die is helemaal schoongemaakt. Helemaal, we spoelen altijd de boten af als ze weer uit Damse Diep komen. Het water is vaak wat smerig. En om de boot wel schoon te houden, moet die even afgespoeld. Hé, hey, en als ik roeien nou leuk vind, hè? En ik kom bij zo'n eerste training. Ga ik dan direct het water op? Dat ligt eraan. We hebben ook een roeibak. Dan kan je daarin beginnen. Dan kun je de haal een beetje uitleggen. En als je dat een beetje door hebt, dan leggen we vaak een boot erin. En dan zetten we je in de boot. Al dan niet alleen. Of als je het nog wat spannend vindt, dan doen we een meermansboot. En dan ga je met de coach zelf op pad om de haal beter onder de knie te krijgen. Nou, dat zie ik heel eerlijk mensen voor het eerst. Het is ontzettend leuk dat je kunt komen kijken. Ik heb dat nog nooit zo gezien. Maar dat is inderdaad een bak in het water. En daar zit je in. En dat is echt een trainingsbak. Hoe noem je dat? Nou, dat is voornamelijk om de mensen echt de roeihaal bij te brengen. Hè? Want dan zitten ze wel gewoon vast, lekker stabiel. En dan kan je er als coach zijnde ook gewoon zelf echt omheen lopen om dat corrigeren en tips en trucs te geven. Dus als je denkt vandaag met zo'n open dag, goh, het lijkt me leuk om te gaan roeien, dan mag je ook even plaatsnemen in zo'n bak? Zeker, dat is ook gewoon de bedoeling inderdaad. Daar hebben we ook min of meer een beetje voor. En om echt de nieuwe mensen echt mee te laten kennismaken. En roeien, hè, dat is dan hè, de sport. Maar hoe ziet de sport eruit? Hoeveel train je? Wat moet je doen? Wat trek je aan? Nou, je hebt zwempak? Je hebt roeipakjes, die zijn wat aansluitend, zeg maar. En je kan bij ons gewoon komen roeien. Als je zegt, ik wil wedstrijden groeien, dat kan natuurlijk. Maar als je zegt, ik wil recreatief gewoon een stukje op Damse Diep en dan vind ik het wel best, dat kan ook. Dus er zijn echt legio mogelijkheden. Of als je zegt, ik ga een keer aan een toertocht meedoen van een paar dagen, kan ook. Oh ja, zijn er echt mensen die een paar dagen aan het roeien zijn? Ja, ze hebben ook mensen inderdaad die doen. Nee, heeft bijvoorbeeld iemand van ons. Ze is er nou niet meer, geloof ik. Maar die is een paar dagen in Engeland geweest. Heeft over de Theems geroeid met zijn toertocht. Die is dan een aantal dagen onderweg. En dan kan je hier gewoon komen trainen dan, zeg maar. Ook, ja. En gemiddeld train je 1, 2, 3 keer in de week. Hè? Maar dan nu in de wintertijd bijvoorbeeld. Dan moet je dan denk ik wel echt in de ochtend trainen. Of ook in de, hoe doen jullie dat? Ja, zoals bijvoorbeeld Ifa, die traint bijna dagelijks, op een paar dagen na. Ja, oké, die is kampioen, maar een beetje voor de ik denk dat zij, ik weet hoeveel kampioenen er zitten, maar misschien gewoon voor de gemiddelde roeier. Dan train je ongeveer 2 keer per week. We hebben donderdagavond clubavond en op zaterdagochtend. Dus dan train je gewoon 2 keer per week. En als je een keer extra wil, ja, dan stap je een keer extra in de boot. Maar doe je dan op donderdagavond met dit weer? Wat doe je dan? Zoals dit weer, dan ga je gewoon, ja, dus net hoeveel mensen er dan ook per keer zijn. En als je zegt, oh, die gaat in de skiff in de eenpersoonsboot, of die gaan in een dubbelweg, of we gaan in een vierweg. Dat is net ook een beetje waar iedereen zin in heeft. En kan ik ook met mijn vriendinnen komen? Als die ook belang bij het roeien hebben, zou ook gewoon kunnen natuurlijk. Dan kun je elke week met elkaar in zo'n boot? Ja, als je dat helemaal leuk vindt, dat kan. Nou, ik vind het wel leuk, maar of het dan echt van roeier nog komt, dat zou ik dan niet weten. Ja, ook wel boten zijn wat breder, dan kunnen een picknickman een pot koffie meegeven, een pot thee. Oh, maar dat doen jullie ook als vereniging? Dat zou kunnen, ja. Oh, nou, dat klinkt wel heel gezellig. Niet zo vaak, hoor, maar zo'n boot hebben we wel. Nou, en over gezelligheid gesproken. Er zit hier koffie, thee, het is van alles te krijgen hier. Dus voor de mensen, ja, en ik moet eerlijk zeggen, met dit mooie weer. Ja, het is een radio, dus je kunt luisteren. Maar in mijn Nederlands oog zag net mannen met een ontbloot bovenlijf. Dus die roeisport is in dat opzicht ook aantrekkelijk, mensen. Gelooft u mij maar. Ja, dus ik zou zeggen, nou, wil je nog eens kijken wat je hier zou kunnen doen? Of misschien roeien is voor jou ontzettend leuk? Nou, kom langs. Waar zitten jullie precies? Wij zitten aan het Vlotterspad 20 in Delfzijl. Dat is bij de blauwe fietsbruggetjes op het bosplan. Dus ding wel te vinden. Ja, kom dus gewoon gerust nog langs tot 1 uur. Je kunt van alles bekijken en zien. Nou, ik zou zeggen, wat een fantastisch weer. Geniet ervan en super bedankt. Hartstikke jullie ook bedankt. En tot de volgende keer, hè? Joep!